allemaal en welkom op onze tweede virtuele WINAC-lezing. Deze keer is het door David Eelbode. De meeste van jullie kennen de Eelbode waarschijnlijk al wel van Calculus in het eerste jaar of van legendarische studentenverhalen op de zaterdagavond, hè, van toen het nog kon in de gouden tijd, hè. Of van de WINAC barbecue of receptie. Voor de cave people die de Eelbode nog niet kennen, ga ik even een korte intro geven. David heeft vroeger aan de Universiteit van Gent gestudeerd en heeft daar zijn master behaald in de wiskundige natuurkunde. En hij heeft ook een jaartje in het presidium van WINAC Gent gezeten. Dat is eigenlijk het equivalent van WINAC hier in Antwerpen. En met WINAC Gent gaan we in de paasvakantie ook een verbroederings-slash-verzusteringsmomentje doen. Aan de Universiteit van Gent heeft professor Eelbode ook zijn doctoraat gehaald. En uiteindelijk, na een aantal jaren, is hij dan in Antwerpen terechtgekomen als professor. Dan gaan we eraan beginnen. Nog één ding dat ik wil zeggen, is dat je uw vragen op het einde in de chat kunt stellen. Als je dus een prangende vraag hebt, hou die voor op het einde, want er is wat vertraging op wat dat wij zeggen en wat dat jullie te horen krijgen. Dus daarmee dat we die vragen allemaal voor op het einde houden. Maar je kunt natuurlijk altijd in de chat een beetje zeggen wat dat je ervan vindt of zo, of met elkaar babbelen. Dat mag allemaal. Geniet van de lezing, zou ik zeggen. Alright, dank u Thomas of Teumis voor de introductie. Het eerste wat ik eigenlijk zou willen doen is toch even WINAC bedanken om mij de kans te geven om mijn verhaal te doen en jullie een hart onder de riem geven, steken, whatever dat het juiste werkwoord is. Iedereen heeft het lastig, dat is gewoon een feit. Maar ik denk dat iedereen ook een bepaalde groep heeft van de bevolking waar dat hij zeer empathisch tegenover kan staan. En in mijn geval is dat uiteraard studenten. En als ik dan terugdenk aan mijn eigen studententijd en aan alles wat ik toen uitgevreten heb en wat dat jullie op dit moment niet kunnen doen, dan bloedt mijn hart. Zeker de mensen van het presidium, dat zijn mensen die ook graag pintjes drinken en zo. Of zoals Thomas het daarnet zei, mij onder een brakke kop in mijn les zetten. Dat valt even weg en je mocht dat niet onderschatten. Dus iedereen die dat nu nog volhoudt, echt waar, chapeau. Echt waar. Nog even, we gaan dat dubbel en dik inhalen. En jullie zeker, ik moet daar niet bij zijn. Maar dat gaat ingehaald worden. Voilà, dat wil ik toch even gezegd hebben. Ik ga het vandaag hebben over bezige bevers. Dat is een rare titel. Ik ben mij daar zeer hard van bewust. Het gaat eigenlijk over kennis en hoe dat we op jacht gaan naar kennis. Ik heb hier een foto van een typische wiskundige die uiteraard met de meest primitieve methoden die hij heeft kennis probeert te vergaren. En als je dat bekijkt vanuit een meta-standpunt, het is vandaag bij momenten zeer meta, dan zou je de vraag kunnen stellen of dat er grenzen zijn aan kennis. Of dat er misschien zaken zijn die je nooit kunt vinden of zo, als wetenschapper. Wat dat best wel vervelend zou zijn. En zijn er grenzen aan de kennis? Als je die vraag zou voorleggen aan studenten bijvoorbeeld, dan gaan die zeggen, ja, na 42 minuten les. Dat is heel typisch als je les geeft. Er is zo'n bepaald moment dat je het licht ziet uitgaan en dat je weet, oké, het is tijd voor pauze. Als je dat vraagt aan ingenieurs, zijn er grenzen aan de kennis? Dan gaan die zeggen, ja, als ik het niet kan doen met mijn rekenmachine, dan kan ik het niet. En ik bedoel het zelf niet eens als een steek naar de ingenieurs. We gaan straks zien dat dit een zeer relevant deel van de lezing is. Het moet te doen zijn met mijn rekenmachine. Filosofen die hebben daar ook iets over te zeggen. Filosofen, dat zijn typisch mensen die zeggen, ja, mag jij doen wat je wilt, maar we moeten het kunnen testen. En het is daar dat we soms botsen op ja, grenzen, ook al bij de fysici bijvoorbeeld. Fysici, als je denkt aan de zeer, zeer geavanceerde theoretische fysica, ja, dan gaat dat onder andere over interpretatie, hè, over multiversa. Maar ja, dat kun je niet testen.
Ik heb hier iets van op quantamagazine.org. David, ik ga eventjes onderbreken. Kan het zijn dat uw tweede pc nog geluid maakt? Die stond af, denk ik. Of misschien ook niet, en dan is dat nu beter. Kan dat? Of is er nog altijd feedback? Ik hoor eens even in de chat wat dat de mensen zeggen. Anders ga ik mijn koptelefoon even gaan halen. Het is beter blijkbaar. Okay, super. Ik heb al nog altijd een feedback. En dat was deze middag toen we het getest hadden, was dat niet. Maar... Iedereen zegt dat het beter is, dus ik denk dat we verder kunnen gaan. Oké. Onderbreek mij gerust. Doe even zo onderbrekingsteken of zo, en dan zie ik het wel. Ja, zo. Oké. Juist. Grenzen. Wetenschap. Fysici. Zeker als je de moderne theoretische fysica, hè, de multiversa. Ik heb hier iets van het Quanta Magazine. Dat is iets wat ik zelf volg, bijvoorbeeld. Zeer vaak wiskunde en fysica. En het gaat hier bijvoorbeeld over het feit dat zaken die je niet kunt testen, je zou je vragen kunnen stellen, moeten we het dan wel bestuderen? Maar natuurlijk, ik ben een wiskundige, ik lach daar niet. Want wij moeten ons daar geen zorgen om maken. In zekere zin moeten wij niet nadenken over het kunnen testen. Dat is dan wel een voordeel. En toch is de vraag... Zijn er grenzen aan wiskundige kennis? Dat is een vraag die je kunt stellen. Nu, ik denk dat het nuttig is om even te situeren waar dat je dan het antwoord moet gaan zoeken. En ik heb dat gedaan aan de hand van Venn-diagrammen. En ik wil daarmee onder andere aangeven dat de kans bestaat dat er mensen zijn die aan het volgen zijn en dat die bepaalde aspecten van het antwoord ooit gezien hebben als een vak. Als het bijvoorbeeld gaat over de fundamenten van de wiskunde... Dat zijn zaken die bachelor 1-studenten wiskunde normaal gezien bij Stijn Siemens gezien hebben in getallen en verzamelingen. Ik bedoel, dat is natuurlijk een heel klein beetje daarvan, maar dat is iets wat je daar zou kunnen gezien hebben. Of de masterstudenten wiskunde die de grondslagen volgen. Dat is die côté. Nu, voor de informatici, de computerwetenschappers, de berekenbaarheid. Als je het vak machines en berekenbaarheid van collega Els Lanen gevolgd hebt... Dat heeft er ook mee te maken. Wat er zeker mee te maken heeft, en waar ik echt niet weet of je daar ooit al van gehoord hebt, is Googology. En als je na vandaag één ding onthoudt, laat het dan alsjeblieft deze website zijn. Googology.wikia.org. Dat is een soort website, hier het woord zegt het zelf, megaloaritmologie. En dat is een website met informatie... over grote getallen. En I kid you not, dit zijn bijvoorbeeld namen van getallen. Ik denk dat iedereen weet wat dat Google is, en ik denk dat de meeste mensen ook wel weten wat dat Googleplex is, maar wat dat Guppybom is en zo. De eerste keer dat ik dit zag, dacht ik, dit is de affiche van Doer Festival dit jaar. Ik bedoel, dat is een nest DJ's, een nest black metal bands en een hoop synthetische drugs samen op één affiche. Fantastische website. Voor de mensen die na de lockdown een black metal band willen beginnen, ik zou zeggen Ginor Goldagon. Ik heb meteen ook de titel van uw eerste EP. Ik zou er een 6-track van maken. Ik zou gaan voor deze nummers. Het is een beetje... gevaarlijk terrein. Als je als iemand die een lezing geeft, black metal woordspelingen en grote getallen combineert, de doorsnede daarvan is heel klein, dus vrij select. Maar toch, als ik het ergens kon doen, dan was het bij jullie natuurlijk. Alright. David Hilbert. De meeste wiskundigen kennen die. Fysici zouden die eigenlijk ook wel moeten kennen. Nu, Hilbert... Geschiedenis, we keren even terug, 1900. Hilbert, eigenlijk, de dag van vandaag is er gewoon een thread beginnen op Reddit. Hij had in zekere zin crowdsourcing nodig. In die zin
dat Hilbert in 1900 in essentie een aantal grote wiskundige problemen opgesteld heeft en voorgesteld heeft aan het publiek. Dat was eigenlijk het enige dat hij gedaan heeft. Onder andere de Riemann-hypothese, dat is vermoedelijk iets wat je al een keer van gehoord hebt. Nu, dat congres, well, niet specifiek dat congres, maar zo die datum, dat moment in de geschiedenis van de wiskunde, dat is een heel turbulente periode. Er is toen van alles gebeurd. En in het bijzonder het tweede probleem van Hilbert, dat hij toen voorgesteld heeft. Het tweede probleem, dat is er eentje waarin dat een paar mensen beginnen trekken zijn aan een draadje en ze hebben alles losgetrokken. Nu, wat is dat tweede probleem? Wel, toon aan dat de axioma's van de rekenkunde consistent zijn. En hierbij hoort een kleine disclaimer. In die zin dat ik hier vandaag met deze lezing vooral iets wil bijbrengen en een aantal zaken situeren, maar voor alle duidelijkheid, dat is mijn onderzoeksgebied niet. Dus je mag achteraf zeker vragen stellen, uiteraard. En de kans is vrij groot dat het zaken zijn die ik misschien net iets beter ken dan jij zelf. Maar ik kan dat niet garanderen. Ik ben daar absoluut geen groot onderzoeker of kenner in. Dat is omdat dit een beetje de context van wetenschapspopularisering, daar is altijd een groot gevaar aan. En dat gevaar is dat als je de dingen simplifieert, dat je ze oversimplifieert. En dat is exact wat ik nu misschien ga doen. Rekenkunde en axioma's. Wat bedoel ik daarmee? Ik denk dat als je de wiskunde opvat als een soort van spel, een formeel spel met symbolen, dan heb je natuurlijk spelregels. En die spelregels, ik denk dat iedereen wel weet wat een axioma is en welke regels in de logica dat je moogt gebruiken. Dus dat is eigenlijk wat moogt je doen om stukjes informatie samen te plakken en stellingen te bewijzen. Nu, wat is consistentie? Consistentie, dat wil eigenlijk zeggen zonder contradicties. Je zou het ook iets technischer kunnen zeggen. En dat is dat je nooit wilt dat terwijl dat je het wiskundige spel aan het spelen bent, dat je een statement en de negatie gaat kunnen bewijzen. Want ja, als je en een statement en de negatie hebt, ja, dat is bullshit. Dan kun je alles aantonen. Dus consistentie is eigenlijk, je wilt geen contradicties. Nu, er was een zeer goede reden waarom dat Hilbert daar zoveel belang aan hechtte. De Russell Paradox. Dat is een paradox in de verzamelingen weer. We zitten in die periode in de wiskundige geschiedenis. Dat is een zeer vervelende paradox die daarop duikt. En dus Hilbert had zoiets, deze kunnen we echt niet toelaten. Dus we moeten goed nadenken over wat we in het vervolg gaan doen. We moeten ervoor zorgen dat we nooit meer tot van die contradicties komen. Je moet dat een beetje zien in die tijdsgeest. Het probleem is dat Kurt Gödel, dat die aangetoond heeft, gigantische tour de force, en die heeft aangetoond, Hilbert, we gaan moeten kiezen. We gaan moeten kiezen tussen incompleet of inconsistent. Eén van de twee. Nu, ik zou zeggen, het is een beetje zoals kiezen tussen de pest en cholera, maar dat is te grof. Het is kiezen tussen een week lang diarree en de pest. Ik denk dat het nog altijd duidelijk is wat je zou kiezen, maar het is toch niet plezant. Het is zoiets. In die zin dat Kurt Gödel heel veel gezegd heeft over die axioma's van die rekenkunde. Maar ik ga daar een heel klein beetje op ingaan. Dit is wat de wiskundigen dus gekozen hebben. De inconsistentie, dat willen we niet. Ja, want inconsistentie, wat is dat? Contradicties. Moeten vermijden. Dus de keuze die de wiskundigen gemaakt hebben is, oké, we gaan leren leven met incompleetheid. Maar dan moet ik u eigenlijk ook uitleggen, wat is dat eigenlijk? Wat is incompleetheid? Wel, dat is een vreemd soort conclusie, dat je binnen de wiskunde een verschil hebt tussen dingen die waar zijn en dingen die je kunt bewijzen. Ik denk dat wij allemaal opgroeien, en dan bedoel ik in het middelbaar en zo, met het idee dat wiskunde een veilige omgeving is, want als je iets kunt bewijzen, dan is het waar. En dan is het waar voor altijd.
Dat is ook hoe dat de Grieken wiskunde deden. De Grieken en de Euclidische meetkunde en zo. Dat is stelling na stelling. Maar een keer dat je het bewezen hebt, is het een waarheid. Wat Gödel eigenlijk bewezen heeft, is dat dat niet helemaal hetzelfde is. Wiskundige waarheid en wiskundige bewijsbaarheid. Ja. Voor die mensen die die termen kennen, het ene is semantiek en het andere is syntax. Bijvoorbeeld, we weten allemaal, WINAC, dat is de beste studentenvereniging ever. Dat is truth. Maar de vraag is, hoe bewijs je dat? Je kunt dat niet aantonen. Dat is zo'n beetje het verschil. Zo. Als je afvraagt, ja, kun je dan een voorbeeld geven in de context van de wiskunde? Het zal wel, dat gaat. Ziet er zeer onschuldig uit. Voor elke x bestaat er een y. Zodanig dat y groter is dan x, maar kleiner is dan x plus 1. Is dat waar? Het hangt er een beetje vanaf in welk universum dat je wiskundig hoofd leeft. Als je nu aan het denken zit aan natuurlijke getallen, of gehele getallen, dan gaat je zeggen, nee, dat kan niet. Dus dat is dan een valse statement. Terwijl mensen die al graag een keer een breukje hebben over een heel getal, die gaan zeggen, ja, het zal wel, tuurlijk. Dus hier kun je al voelen dat waarheid, ja, de waarheid hangt een beetje af van de context. Dus je moet eigenlijk zeggen, in welk wiskundig model zij aan het werken. Anders kun je ja, het begrip waarheid niet goed definiëren. Nu, wat is het basisidee dat Gödel gedaan heeft? En ik heb dat idee vandaag twee keer nodig. En dat is de reden waarom ik er een slide aan ga hechten. Ik zoek het werkwoord. Zelfreferentie. Nu, wat is zelfreferentie? Zelfreferentie is iets dat heel grappig kan zijn. Er is heel veel humor die gebaseerd is op het idee van zelfreferentie. Ik bedoel, zelfs de Easter egg in Google, als je aan Google vraagt recursion, dan vraagt hij u, did you mean recursion? Fantastisch. Zelfreferentie, klassieke truc om aan humor te doen. Maar zelfreferentie kan ook vrij vervelend zijn. Enfin, vervelend of interessant. Soms zijn vervelende dingen vrij interessant. En om dat uit te leggen, vertrek ik van de klassieker onder de zelfreferentie, deze zin is vals. Er is van alles fout met die zin. Want als die zin waar is, ja, dan wordt hij vals. Hij zegt het van zichzelf. Maar als die zin dan vals is, dan wordt hij waar. Dus je zit daar met een soort essentiële paradox. Pas op, dat is een essentiële paradox. Omdat we bijvoorbeeld in de logica en in ons leven heel vaak denken vanuit het idee dat het wit of zwart is. Dus logisch gezien, het is waar of het is niet waar. Je kunt hier al eigenlijk uitgaan door te werken met meerwaardige logica's. Je zou het al kunnen zeggen, wow, wat als er iets tussenin zit? Dat gaan we niet doen. Dus we werken gewoon met, het is waar of het is niet waar. Maar er zit in een probleem. Wel, Gödel heeft iets zeer simpel gedaan. In principe. Gödel heeft deze zin is vals, omgezet in een stelling. In die zin dat hij een stelling bewezen heeft en die stelling zegt van zichzelf dat ze niet kan aangetoond worden. Nu, let op. Hoe dat hij dat gedaan heeft, wow. Daar komt het niet op. Maar het zaadje is gewoon die zin. Het zaadje is super eenvoudig. Nu, die tweede zin moet daar ook niet over nadenken. Als die een zin vals zou zijn, dan betekent dat dat je de stelling kunt aantonen. Maar de zin is vals. Dan kun je een valse statement aantonen. Dat is gelijk dat je zou zeggen, ik kan bewijzen dat 0 gelijk is aan 1. Dat is een valse statement die je kunt aantonen. Dat wilde niet. Dus de enige andere optie is om te concluderen, ja, we gaan er moeten mee leren leven dat het waar is. En dat is dat incompleet zijn. Want wat heb je nu? Een stelling die waar is, maar kun ze niet bewijzen. Dat is incompleetheid. Of anders gezegd, wat is compleetheid?
Compleetheid wil zeggen dat je van een statement kunt bewijzen hij is waar of is niet waar. Klaar. Incompleetheid is tegenovergestelde. Er zijn dingen die waar zijn, maar kun je ze niet bewijzen. WINAC is de beste studentenvereniging ever. Het is waar, maar je kunt het niet bewijzen. Dat is wat Geudel gedaan heeft. Nu, hoe heeft hij dat gedaan? Klein beetje detail, omdat ja, als je dat zo ziet staan, zou je kunnen afvragen hoe kun je dat nu omzetten in wiskundige taal? Dat gaat toch niet? Dat is toch gewoon nuances in taal? Dat heeft toch niks niet meer met wiskunde te maken? Wel, Geudel heeft een truc gevonden om stellingen om te zetten in getallen. En wat hij dan gedaan heeft, is een stelling bewezen over getallen. Net zoals dat je zou het kunnen bewijzen, er zijn oneindig veel priemgetallen. Dat is een stelling over getallen. Dus Geudel heeft zo een rare zin, hè? Deze zin is vals, heeft hij omgezet in getallen. En dan heeft hij over dat getal een stelling aangetoond. Hoe werkt dat? Zo. Dus wat staat hier op die slide? Op die slide kun je zien dat er een soort van vertaalschema bestaat tussen symbolen in uw taal, niet voor alle, er bestaat, is gelijk aan, nul, haakjes enzovoort, en getallen. Nou, wat doe je nu? Je zet formules om in getallen. En hoe heeft Geudel dat gedaan? Bijvoorbeeld die formule die daar staat met die kwantor, die zegt, er bestaat een x, zodanig dat x de successor van y is. Voor de mensen ja, die niet zo vertrouwd zijn met de taal van de logica, die s die daar staat, dat is geen product. Je zou het geneigd zijn om te denken, x is s maal y, maar die s, dat noemt successor, dat is gewoon y plus 1. Dus eigenlijk staat er gewoon, er bestaat een x die gelijk is aan y plus 1. En dus wat heeft Geudel nu gedaan? Hij heeft dat omgezet in een getal. En hoe doet hij dat? Maar je hebt twee dingen nodig. Het eerste dat je nodig hebt, is die vertaalsleutel, links op de slide. Dat is uw vertaalsleutel. Dus voor dat eerste haakje, dat haakje heeft symbool 6. En het tweede wat je nodig hebt, zijn de priemgetallen. Want het getal dat daar staat, is uniek. Ah ja, want de priemfactorisatie is uniek. Dus in zekere zin is dat de manier waarop dat je wiskundige formules in een bewijs omzet in getallen. En dat gaat heen en terug natuurlijk. Als jij mij een Geudelgetal geeft, ik moet dat maar ontbinden in factoren, maar, dat is een eufemisme, dat zijn gigantische getallen. Enfin, gigantisch. In vergelijking met wat er komt, dit is epsilon, maar je kunt een getal ontbinden in factoren en het terug de formule. Dat is zo een klein beetje meer detail over wat dat Geudel eigenlijk gedaan heeft. Maar ik zou zeggen, hè, Geudel, deze zin is vals. Hij heeft daar een stelling van gemaakt. Als je daar meer wilt over weten, het boek Geudel, Escher, Bach. Escher kent je wel, hoop ik, de Nederlandse... Hoe is het? Mauritius Escher zeker, de kunstenaar. En ja, Bach, duh. Dus een heel interessant boek. Voor de mensen die het bewijs zelf van Geudel, het boek van Nagel en Newman. Sorry. Neumann, die komt later. Twee interessante boeken als je daarover iets wilt bijlezen. Redelijk vlotjes leesbaar. Allee, de linkse al iets meer dan de rechtse, maar zeker te volgen voor mensen in faculteit wetenschap, ik zou het zo zeggen. Dus, iets meer nuance over wat we daarnet gezegd hebben. Dus die nuance tussen bewijsbaar en waar, dat is niet hetzelfde. Heb dingen die waar zijn, maar die niet bewijsbaar zijn. En de grenzen, die zou je kunnen zeggen, dat is axiomatisch. Het hangt een beetje af van de spelregels die je kunt gebruiken. Ik leg dat heel vaak uit aan de hand van schaken. Ik bedoel, je kunt niet met je paard een diagonale move doen. Dat gaat niet. Waarom niet? Ja, omdat het niet mag. Tenzij dat je zegt, ja, maar dat mag wel, dat is een regel. Oké, fair enough, maar dan heb je een ander spel. Ook goed. Dat is een beetje het idee achter axioma's en bewijsbaarheid. Maar wat er heel vaak gebeurt in deze context, bijvoorbeeld bij wiskundigen die een klein beetje weten over de stelling van Geudel, dat is dat die dat ervaren als artificiële onzin. Deze zin is vals. Ja, oké. Dan heb je het gevoel, ik kan het ook. Sorry. Ik bedoel, dat is gewoon dat één zinnetje. Oké, die Geudelgetallen, dat is nu wel een tour de force, maar het is het gevoel, geef een keer een concrete stelling. Geef een keer een stelling over getallen die je niet kunt bewijzen. Maar, ik zal er een geven. En dat is Goodstein's theorem. Dat is een fascinerend
vrij makkelijk uit te leggen stelling over natuurlijke getallen. En straffen is, je kunt ze niet bewijzen, tenzij dat je je axioma-systeem vrij sterk maakt. Dus je moet al een regel toevoegen dat je met je paard een diagonale move mag doen. Zoiets. Wat is de stelling van Goodstein? Goodstein in een nutshell, dat moet onthouden. Exponentiëren gaat veel sneller dan optellen. Als je grote getallen wilt maken, doet dan niet Googleplex plus 1, maar doet dan Googleplex tot de macht Googleplex. Als je grote getallen wilt maken, exponentiëren gaat veel sneller dan optellen. Goed. Wat ga ik nu doen? Ik ga een rijtje getallen maken. Nu, geen paniek. Ik heb het hier samengevat wat er gebeurt, maar ik ga u voorbeelden geven. Je vertrekt van een willekeurig getal m. Pak uw lievelingsgetal. Uiteraard denkt je aan 42. Het zou wel zijn. Pak uw lievelingsgetal. En schrijf uw lievelingsgetal in base n. Dus wat bedoel ik daarmee? Niet decimaal per se. Decimaal, dat is machten van 10. Bijvoorbeeld voor de informatici, binair. Machten van 2. Zoiets. Schrijf uw getal binair. En dan gaan we altijd hetzelfde doen. We gaan alle tweetjes vervangen door drietjes en er eentje van aftrekken. We gaan alle drietjes vervangen door vierkes en er eentje van aftrekken. En zo verder. En we gaan dat opvatten als een rijtje. Het is eigenlijk heel simpel. Ja, wat kun je zeggen over dat rijtje? Een voorbeeld. 266. Als je 266 schrijft in base 2, dan is dat 2 tot de 8e, 2 tot de 3e plus 2. Maar, ik keer één slide terug. Dat tweede bolletje in mijn lijst zegt volledig in base 2. Volledig caps. Dat is hier belangrijk. Want dat is de reden waarom ik daar die tweede gelijkheid gezet heb. Die 8 die daar staat, moet je ook in base 2 schrijven. Dus 8 is 2 tot de derde. En bijvoorbeeld die 3 die daar staat, in 2 tot de derde, 3 is 2 tot de eerste plus 2 tot de nulde. Dus je moet echt wel al je exponenten in base 2 schrijven. De keer dat je dat gedaan hebt, kun je het volgende stapje doen. En wat is het volgende stapje? Dat is dat tweede wit kaderken op de slide. Dat was echt dat tweede wit kaderken. Je vervangt al je exponentjes 2 door 3. En je trekt er eentje van af. Dus wat hebben we nu gedaan? We zijn van 266 opgeschoven naar ongeveer 4 x 10 tot de 38e. En we hebben alleen nog maar 2 vervangen door 3. Volgende stap, vervang 3 door 4, trek er eentje vanaf. Dat is hoe dat Goodstein werkt. Nu, Goodstein voor n gelijk aan 3, easy. Goodstein voor n gelijk aan 4, niet te doen. Goodstein voor n gelijk aan 3. 3 is 2 plus 1. Het eerste dat we doen, is alle exponentjes 2, alle macht 2 vervangen door 3 en er eentje van aftrekken. Dus je gaat van 3 naar 3. Ja, maar je hebt die 2 vervangen door die 3 en hebt er eentje van afgetrokken. En dan gaat die 3, waar zitten we, naar 4 en je trekt er eentje van af. En dan is het typisch een stap waar sommige mensen in de war zijn, want die 3 blijft 3 en je trekt er eentje vanaf. En die 2 blijft 2 en je trekt er eentje vanaf. Hier zijn mensen soms in de war. Dus, ik keer heel eventjes terug naar de regels. Het uitschrijven in base 2, 3, 4 enzovoort slaat alleen op exponenten. Het slaat nooit op coëfficiënten. Dus ik keer terug naar die kadertjes. Je vervangt alleen tweetjes en drietjes en vierkes als ze voorkomen in een torentje van exponenten. Maar de coëfficiënten zelf laten staan.
Bijvoorbeeld die 3, waar dat die een rode pijl naar wijst, dat moet je lezen eigenlijk als 3 keer 4 tot de nulde. Dus die 4 tot de nulde zou 5 tot de nulde worden, tuurlijk. Maar die 3 blijft wel staan. Dat is de reden waarom dat je hier zeer gemakkelijk, vind ik, kunt zien dat die Goodstein sequence voor 3 botst op 0. Klaar. Nu, als je dat doet voor 4, juist hetzelfde procedé. 4 is 2 tot de tweede. Dus in de eerstvolgende stap vervangt je de 2 exponentjes door drietjes. 3 tot de derde, 27, min 1, 26. Dus ik heb 26 uitgeschreven in base 3. De volgende stap, zoals je kunt zien, die een 2 maal 3 tot de tweede is 2 maal 4 tot de tweede geworden. En daarna wordt dat 2 maal 5 tot de tweede, en 2 maal 6 tot de tweede, en zo verder. En nu is de vraag, wat gebeurt er met dat rijtje getallen? Wel, dit is die Goodstein sequence voor 4. Dat zijn de eerste, wat is dat, miljoen waarden. Dus wat betekent dat? Dat blijft groter en groter en groter worden. Als je dat vraagt aan de gemiddelde viroloog, die gaat zeggen, dat is exponentieel gedrag. En dit is het straffe. Dat is niet exponentieel. In die zin dat dat naar nul gaat. Dat is niet te geloven, hè? Omdat je constant het gevoel hebt, Goodstein in een nutshell, je hebt constant het gevoel dat dat groter en groter wordt, omdat je telkens grotere en grotere exponenten pakt. Ja, oké, je trekt er eentje vanaf, maar dat eentje, wat maakt het uit? Wat maakt het uit? Wel, dat is wat dat Goodstein-stelling zegt. Je gaat altijd nul krijgen. Altijd. Niet te geloven. Zeker niet als je een plot maakt van de eerste zoveel en een miljoen, dat is al vrij veel. Maar dat is niet te geloven. Maar, voor alle duidelijkheid, dat nulpunt ligt nogal ver. Dus in die kader staat eigenlijk de stelling van Goodstein heel kort samengevat. Er staat, pak uw lievelingsgetal m en doe dat procedé. Doe telkens opnieuw exponent min 1, exponentjes min 1, enzovoort. Je gaat altijd een waarde vinden waarvoor dat je botst op dat nulpunt. Maar moet je kijken naar die waarde voor g en 4. Dus we zijn dat rijtje begonnen, hè? Goodstein 4. Dat is dat gigantisch getal dat daar staat, die een 2 macht, dan pas wordt het 0. Dus dat is een gigantisch groot getal dat je nodig hebt om het nulpunt te vinden. Maar het zal er zijn. Nu, wat is er daar allemaal zo straf aan die stelling? Wel, persoonlijk, de eerste keer dat ik die stelling gelezen heb, dat was in een boek van Roger Penrose. De kans is vrij groot dat je van die een mens al een keer gehoord hebt. The Emperor's New Mind. Dat is zo'n boek dat ik om de zoveel jaar een keer probeer uit te lezen en ik raak nooit tot het einde. Dat is zodanig moeilijk. Dat gaat dan ook over het brein en over kwantummechanica in het brein en al. Ik ben er nog nooit uitgeraakt. Maar die boek begint met de stelling van Goodstein. De eerste keer in mijn leven dat ik dat zag, ik geloofde dat gewoon niet. Ik bedoel, dat is compleet tegen de intuïtie in. Straffer zelf, je kunt het dus niet bewijzen met, ja, ik denk dat de meerderheid van de niet-wiskundigen niet goed weet wat dat PA is. Piano, arithmetic, 1, 2, 3, piano. Dat zijn zo de klassieke axioma's waarmee dat je getaltheorie doet. Zo moet je PA zien. PA zijn de standaardregels in het schaken. Dat is PA. En dus wiskundigen hebben aangetoond dat die stelling van Goodstein kunt je niet aantonen in PA. Dus dat is zo'n gedelstelling. Je kunt dat niet bewijzen met de gewone regels van de rekenkunde. Dat gaat niet. Voor alle duidelijkheid, de stelling klopt. Je kunt ze bewijzen. Maar uitgebreide regels nodig. ZFC.
ZFC, dat is weer zo een woord, denk ik, waarvan de niet-wiskundigen niet weten waarvoor het staat. Zermelo Frankl, dat zijn twee namen van wiskundigen. En de C staat voor Axiom of Choice, het keuzeaxioma. Dus daar voel je ze wel aan, je moet een regelke toevoegen. Dat maakt gebruik van de zogenaamde ordinaalgetallen. De wiskundigen die ooit een kans krijgen om daar een vak over te volgen, ik zou dat doen. Ordinaalgetallen, is kei-interessant. Nu, hoe werkt die stelling eigenlijk? Goh, ik ga die niet bewijzen, geen paniek. Maar het is vreemd genoeg, houd je een rijtje bij van oneindigheden. Ik denk dat de meeste fysici en wiskundigen, al is het maar omdat je het in een cursus calculus gezien hebt bij mij, weten dat er meer dan één soort oneindig is. Maar in zekere zin, wat je doet, is oneindigheden bijhouden en dat rijtje oneindigheden, dat telt consequent af. En als iets consequent aftelt, dan botst het op nul. Zoiets. Dat is zo wat er daarachter zit. Wat zijn ordinaalgetallen? Dat is een andere manier om getallen uit te breiden. Ordinaalgetallen, dat is het antwoord op de vraag, wat komt er na de natuurlijke getallen? Nu, deze slide, daar ga ik niet dieper op ingaan. Voor de wiskundigen, hè, als je al een keer gehoord hebt van omega en de regels van de ordinaalrekening. Good for you, voor de anderen. Ordinaalgetallen, laat het begin zijn van een Google search, maar hier ga ik geen details geven. Goed. Wat er wel belangrijk is voor ordinaalgetallen, en dus een bepaald soort uitbreiding van het begrip natuurlijk getal, vooral dat eerste bolletje, je kunt daarmee het inductieproces veralgemenen. Nu, dat klinkt vrij zwaar, wat bedoel ik daarmee? Inductie, je kent allemaal bewijzen met inductie. Er zijn heel veel bewijzen met inductie. Maar dat is altijd inductie op natuurlijke getallen. Of, ik denk, de mensen die les gehad hebben van Stijn, Siemens, dat zijn dan de informatici, denk ik, en de wiskundigen hebben misschien al een keer inductie moeten doen op binaire bomen. Dat is ook al een meer geavanceerde inductie. Wel, ordinaalgetallen kun je gebruiken om gevorderde inductie te doen. Wat je daar ook mee kunt doen, dat is effing grote getallen maken. Die black metal bandnamen en zo, die kun je maken als je iets snapt over de fast growing hierarchy. En om dat uit te leggen, heb je die ordinaalgetallen nodig. Wie dat er daar weer iets van zou kunnen weten, dat zijn de informatici. Omdat je nu terechtkomt in de achtertuin van recursie. Wat is recursie? Dat is een loop. Als je iets recursief doet, dan doet het een aantal keren. Alsof je een for loop schrijft. Als je heel rare for loops wilt maken, dan zou je kunnen zeggen, dan heb je ordinaalgetallen nodig. En dat gaat super ver. Dat gaat tot op het punt dat het gewoon pijn doet om erover na te denken. Of dat het gewoon grappig wordt. Nu, ik zit voorbij de helft en ik heb nog niets gezegd over Busy Beavers. Dus even toch proberen om nog iets te zeggen over Busy Beavers. Dingen die ik geleerd heb in de lockdown. Als je zo'n ding ziet, dat is dat je blijkbaar snel stijgende functies moet vermijden. Dat is zoiets wat virologen op hameren. Maar als wiskundige denk ik dan, maar jongens toch, snel stijgend. Ik bedoel, ik heb je al één voorbeeld gegeven van een rij die zodanig snel stijgt dat de axioma's van de rekenkunde er gewoon kapot op gaan. Dat is Goodstein. Dat stijgt zodanig snel. Enfin, tot als het nul wordt natuurlijk. Het sterft ergens. Hè? Maar... Dus het gaat zo'n beetje over de vraag, hoe snel kan een functie eigenlijk stijgen? Hoe fout kan het gaan? Wel, lineair stijgend, dat kennen we allemaal. Exponentieel, dat is zo'n keer straffer. Zo. Ik neem aan dat je nu, hè, na de voorbije 5 minuten, denkt van wow, Goodstein sequences, alright. En dat verbleekt als je het vergelijkt met de zogenaamde Busy Beaver numbers. Dat is niet te doen hoe snel dat die gaan in vergelijking met al de rest. En daar wil ik iets over vertellen. Nu, wat is de bigger picture?
Dus te zeggen, de bigger picture, als je zou willen arriveren van de meer recreatieve kant. Je zou het kunnen zeggen, hè, Wienak, op een quizavond. Ja, trouwens, een heel coole quizvraag die je kunt doen, is it a number or not? Dus je gaat naar Googology, je neemt daar zo'n woord uit, en dan is de quizvraag, is het een getal of niet? Dus, denk ik, fantastische quizvraag. Maar dit eigenlijk ook. Stel, je krijgt 30 seconden, is misschien nog veel. Je krijgt 10 seconden. Je moet allemaal iets opschrijven op een briefje. Je ziet het niet van elkaar. En de vraag is, wie heeft het grootste getal opgeschreven? Mijn studenten zijn 42 natuurlijk. 42 faculteit is ongeveer 10 tot 51ste. Dat is niet genoeg. Daar kun je vlotjes over gaan. Het was zelf echt op een bepaald moment een wedstrijd. Dus dit is niet gefaked of zo. Dit was echt. Op MIT, Linguistics and Philosophy, was er op een bepaald moment een wedstrijd, de Large Number Championship. En het is die Rayo, Plural Power Reagan Rayo, die gewonnen heeft. Ik ga niet uitleggen welk getal dat hij opgeschreven heeft. Ik ga eerlijk zijn, ik versta daar geen knijt van. Dat is een blokje formele logica taal, waar ik werkelijk geen knijt van begrijp. Ik doe wel een oproep, mensen die een bachelorproef willen schrijven over een Googology number, be my guest. Ik denk dat daar fantastisch mooie projectjes in zitten. Sommige van die getallen, daar heb je volgens mij een semester lang nodig om te snappen wat het getal eigenlijk is. Gigantische bron van informatie. Maar dus dat ga ik niet uitleggen. Nu, als het gaat over grote getallen, ik heb u daarnet een hansenest getoond, maar dat zijn vermoedelijk getallen die je allemaal niet kent. Nu, ik denk dat dit getallen zijn waar je ofwel al een keer van gehoord hebt, omdat ik ze gebruik in de les of zo, ofwel omdat je number file video's gezien hebt. Grams number, ik denk dat de meeste mensen Grams number intussen wel kennen. Three, daar is ook een geniaal filmpje over van number file, waarin dat ze proberen uit te leggen hoe massively huge dat eigenlijk is. Maar de vraag is, kun je verder? Of bijvoorbeeld, die getallen die ik u getoond heb van Googology, waar zit dat ergens? Zit dat boven of onder 3-3 of niet? Dat is al vrij moeilijk. Je kunt al niet meer zijn. Ik ga het even opschrijven en het aantal nulletjes stellen. Dat gaat niet. Dus je hebt eigenlijk een speciaal soort nieuwe wiskundige taal nodig om überhaupt te kunnen uitleggen wat dat getal is. Dat is iets wat dat niet... Ja, op het programma staat misschien dat de informatici dat zien in machines en berekenbaarheid de Ackermann-functies. Misschien, maar dat weet ik niet. Dat zullen ze zelf wel bevestigen. De Knut-op-arrow-notation. Dat zijn gewoon wiskundige notaties. Dat zijn wiskundige notaties die je kunt gebruiken om op een of andere manier een idee te krijgen van hoe groot dat iets kan zijn. Nu, Graham's number... Dat komt voor in de Ramsey-theorie. Maar, ik ben aan het kijken op de klok. Ik zie 9:15. Thomas heeft gezegd, je mocht wel even doorgaan. Maar ik denk, als ik iets te diep ga ingaan op Ramsey-theorie, dan ga ik te ver uitlopen. Dus ik denk dat ik deze dingen van Ramsey-theorie, dat ga ik niet vertellen. Ramsey-theorie op zich zeer interessant zit in de context van de grafentheorie. Ik denk dat de meeste mensen wel al een keer gehoord hebben zo van dat raadsel met vrienden op een feestje. Ja, al was het maar omdat ik het zelf uitgelegd heb op de Universiteit van Vlaanderen. Zo. Dat is Ramsey-theorie. Het bewijsje, maar ik zeg, daar ga ik niet dieper op ingaan. Het enige wat ik daar misschien over wil zeggen is dat Graham's number, dat gigantisch getal, dat is iets dat voorgekomen is uit zo'n typische Ramsey-vraag. Dus als je zou het willen weten, wat is dat getal? Maar ja, niet als je wilt weten, wat is dat getal? Nee, je moet het anders uitdrukken. Als je zou afvragen, Anooslaars, wat kun je daarmee doen met die getallen? Wel, op een bepaald moment had dat wereldrecord voor het grootste getal dat ooit in een wiskundige redenering gebruikt is. Graham's number. Kijk, dit is wel nuttig. Zo kun je zien... dat als je die wiskundige notaties niet snapt, dan verstaat je geen knijt van hoe groot dat Graham's number is. Ik bedoel, die 4 naar 2 naar 8 naar 2, dat is een getal. Maar als je niet weet hoe dat werkt, dan ziet dat er gewoon, weet ik veel, een permutatie uit of zo.
Het is wat ik bedoel, maar je hebt daar nieuwe taal voor nodig. Nu, Computer Says No, voor de mensen die dat nog kennen, voor de mensen die dat niet kennen, Little Britain, huiswerk. Computer Says No, mocht je vrij letterlijk nemen. Ik bedoel daarmee, dat zijn getallen die zodanig groot zijn, getallen die bijvoorbeeld opduiken in die Ramsey-theorie, die zijn zodanig groot, dat wij daar met onze huidige rekenkracht niet aan kunnen. Dat gaat niet. Dat ligt dus in zekere zin buiten het bereik van wat computers kunnen. En het is daarom dat, wat ik helemaal in het begin zei, toen dan een ingenieur antwoordde, ja, voor mij is het geen kennis niet meer als ik het niet kan berekenen. Je zit op dat punt. Maar wat zijn dan die Busy Beaver getallen? Ik ben er nog altijd niet. Wel, dat is opnieuw een rijtje getallen. Dat zijn natuurlijke getallen, voor alle duidelijkheid. Maar die gaan zodanig snel dat die al de rest basically inhalen. Dat is eigenlijk de ultieme grens van onberekenbaar snel. Dat zijn Busy Beaver numbers. In welk deel van de geschiedenis zitten we? Alan Turing en Alonzo Church. We zitten zo ongeveer in die periode. En het is een zeer interessante periode ook, omdat mensen begonnen nadenken over de vraag, ja, maar wat is berekenbaar eigenlijk? Wat wil dat zeggen? Wanneer kun je zeggen dat je iets kunt berekenen? Wat wil dat überhaupt zeggen? En zowel Turing als Alonzo Church hebben daar een model voor opgebouwd. En Turing heeft dat gedaan met de naar hem vernoemde Turing-machines. Alonzo Church heeft dat gedaan aan de hand van de lambda-calculus. Moet ze alle twee keer opzoeken en je gaat wel snappen waarom ik gegaan ben voor de Turing-machines en niet voor de lambda-calculus. Dus eigenlijk zitten hier bij een combinatie van twee zeer belangrijke filosofische vragen, zou ik bijna zeggen. Wat is berekenbaar en kunnen computers alles? En het antwoord op beide vragen is harig en heeft grote tanden. En het is niet Reggie. Het zijn de Busy Beaver numbers. Nu, om dat uit te leggen, moet ik eigenlijk zeggen, wat is een computer? Nu, bij computers denken mensen natuurlijk aan voorwerpen. Links van boven, waarschijnlijk niemand meer. Ik neem aan PlayStation en uw telefoon, computers. Aan de rechterkant, en de informatici die denken, oh nee, talen en automaten, dat is de theoretische manier om na te denken over het begrip, wat is een computer? Wat, een computer is dat iets kan uitrekenen. Dat is iets dat een algoritme kan uitvoeren. Dat is een computer. En dus de rechterkant, dat is in zekere zin een theoretisch model voor wat een computer is. Het is zelfs straffer dan dat. Er is een hypothese, let op, hypothese, kunnen niet bewijzen, of is niet bewezen. De hypothese van Church en Turing is dat alles wat je kunt doen met een machine aan de linkerkant, kun je nabootsen met een model aan de rechterkant. Dat heeft natuurlijk theoretisch zeer belangrijke implicaties. Als je de vraag wilt stellen, is er een computer die het kan, dan moet je niet je afvragen, ja, heb ik daarvoor die Mac of die Windows nodig? Maar dan moet je gewoon de vraag stellen, kan die Turing-machine het? Dat is daar het voordeel van. Nu, wat is een Turing-machine? Wel, dit is wat de informatici zien als ze de definitie van een Turing-machine voorgeschoteld krijgen. Maar daar ga ik u niet mee lastigvallen. Ik ga een metafoor geven die in essentie zegt wat een Turing-machine is. Nu, als ik denk aan een Turing-machine, dan denk ik gewoon aan een oneindige rij kartonnen lege dozen. Voor de mensen die de machines kennen, de tape. Er zijn geen oneindig veel kartonnen dozen. Alhoewel, de laatste tijd, als je het zou vragen aan de mensen van de post, die gaan nu zeggen dat er fucking veel kartonnen dozen zijn. Maar we hebben er ook niet allemaal oneindig veel nodig. Ik kan alleen op voorhand niet zeggen hoeveel. Vandaar dat we gewoon zeggen, genoeg aan beide kanten. Voilà. Wat moet je dan doen? Je gaat naar de Zeeman en je koopt t-shirts in verschillende kleurtjes. Hoeveel t-shirts? Wat, je mag kiezen. En je moet een beetje in je hoofd houden, hoe meer t-shirts, hoe meer complex dat je Turing-machine gaat zijn. Dus hoe meer t-shirts, hoe meer dat je er kunt meedoen.
En op die t-shirt zet je instructies. En die instructies zijn zeer simpel. Die instructies die zijn, als je voor een doos staat, twee mogelijkheden. Ja, het zit een balken in of niet. Hè? Wat moet ik ermee doen? Moet ik het balken laten zitten of moet het balken eruit halen? Of moet ik er een balken in steken als het leeg is, enzovoort enzovoort. Instructies over een balken. Een keer dat je iets gedaan hebt met het doosje dat je ziet, moet je naar links of naar rechts. Dat staat op je t-shirt, dat is een instructie. Ga naar links of ga naar rechts. Dan gaat er staan, houd die een t-shirt aan of doe een andere aan. Het zou kunnen zijn hè, dat je een witte t-shirt aan hebt en dat er staat als derde instructie, doe een gele t-shirt aan. Voilà, wisselen. Of er staat op, trekt u een t-shirt uit en dan houdt het op. Dat is in veel situaties zo, jobinterviews, mondelinge examens. Als je een t-shirt uittrekt, houdt het meestal op. Bijvoorbeeld een één-state Turing-machine. Dus wat is dat? Eén t-shirt. En op die ene t-shirt staan die instructies. En dan kun je je afvragen, wat doet die machine? Wel, je kunt dat letterlijk volgen. Hè? Je ziet een lege doos. Dus wat staat er? Je moet er een balken in steken en je moet naar rechts gaan. Je wit t-shirt houden aan. Wat moet je doen? Lege doos, balken insteken en naar rechts. En zo verder. Dus ik denk dat iedereen wel aanvoelt, die machine gaat nooit stoppen. Dat is een Turing-machine die blijft lopen. Dat zijn van die machines waar je Ctrl-Alt-Delete wilt doen. Of de stekker moet uittrekken. Dus daar redde niks aan. We gaan die dan ook negeren. Nog een voorbeeld. Three-state Turing-machine. Dus wat wil dat zeggen? Je hebt drie t-shirts. Je hebt een witte t-shirt, een gele t-shirt en een rode t-shirt. Op die t-shirt staan instructies. En je doet juist hetzelfde. Je vertrekt met je witte t-shirt, bijvoorbeeld. Dat is een keuze die je maakt. Hè. Er staat, vul de doos en ga naar rechts. Maar, een keer even weer, ga naar rechts, trekt je gele t-shirt aan. Dus vandaar, je ziet nu dit, maar heb je gele t-shirt aan. De instructie zegt, vul de doos, ga naar links. En trek je witte t-shirt aan. Nu staat er daar in je witte t-shirt, wat moet je doen? Je moet de doos vollaten en je moet terug naar links stappen en je moet je rode t-shirt aan. En dat is een Turing-machine. Dat is zo constant iets met een balken, iets met links en rechts en iets met een t-shirt. Je zou hier dezelfde vraag kunnen stellen, wat gebeurt er eigenlijk? Als je die machine laat lopen, wat gebeurt er dan? Wel, wat er uiteindelijk gaat gebeuren, is dat die machine 14 stapjes zal zetten. En aan het einde kun je de balken stellen en je gaat 6 balken in de dozen zitten hebben. En wat er hier staat, dat is de uitwerking van wat die machine doet. Dat is zo wat ik daarnet aan het tonen was met die fotootjes met die dozen, maar dan iets gestructureerder. Nu, de kans is vrij groot dat je denkt, ja, 6 balken, 14 stapjes, daar kun je toch nu absoluut niets nuttig mee doen. Moet dat je vragen aan Dollanders die een penaltyreeks moeten trappen. Je kunt daar vrij nuttige dingen mee doen, denk ik. Maar dus, computers, Turing-machines, twee keuzes. Kies een aantal t-shirts en kies de instructies. Huiswerk. Tel het aantal mogelijke Turing-machines als je en t-shirts gaat gaan halen bij de Zeeman. Ik denk dat de informatici dat als oefening krijgen waarschijnlijk. Hè. Dat is zoiets. Opnieuw, je moet dat zien binnen het kader van stijgende functies. Dat is wel, dat gaat vrij snel omhoog. Dus als je 3 t-shirts gaat gaan halen, dat is toch al redelijk stevig. Dus dat is iets wat vrij snel stijgt eigenlijk. Nu stel nu dat je al die Turing-machines maakt. Dus alle mogelijke Turing-machines met N t-shirts. Je maakt die allemaal. Dat is een gigantische stapel Turing-machines. Maar Turing-machines komen in twee soorten. Het de machines die stoppen en het de machines die niet stoppen. En die machines die niet stoppen, dat eerste voorbeeld. Het enige wat die machine deed was balkjes naar rechts blijven vullen. Maar dat is onzin. Dat zijn de Ctrl-Alt-Deleters die moeten wegsmijden. Dus eigenlijk moet je die stapel van Turing in twee delen opdelen. Maar goed, Digital Age zou kunnen dat je zegt, dat ga ik zelf niet doen, ze maat. Het stoppen van een machine, ik ga dat doen met een computerprogramma.
bachelorproefje schrijven. Ik ontwikkel een app. En wat doet die een app? Je scant een Turing-machine. Dat zijn instructies, hè? Meer is het niet. Hè? Je scant een Turing-machine. En die een app geeft u een groen scherm of een rood scherm. En dat zegt u dus, die machine gaat stoppen of die machine gaat niet stoppen. Wel, newsflash, dat gaat niet. De informatici, die kennen dat uiteraard, dat is de halting problem. Dat gaat niet. Wat is de halting problem? En zo ziet je hoe dat de geschiedenis eigenlijk heel lang teert op één idee. Eigenlijk heeft Turing deze zin is vals omgezet in een machine. Dat is eigenlijk het enige dat hij gedaan. Dus Turing, dat is de gedel van de computer science, in zekere zin. Hij heeft eigenlijk krak hetzelfde idee gebruikt. Let op, het is iets ingewikkelder dan dat. Maar grofweg, die machine bestaat niet. Moest ze bestaan, het oracle, dan kun je ze zodanig veranderen dat je onzin krijgt. En wat is de onzin? Deze zin is vals. Dus dat gaat niet. Je kunt niet algoritmisch van een Turing-machine zeggen, ze zal stoppen of niet. Onmogelijk. Maar wat is nu die fucking Busy Beaver? Want dat weten we nu nog altijd niet. Wel, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Het idee is dat je Turing-machines ordent. Hij doet dat op een slimme manier. Nu, wat is dat ordenen? Ordenen is eigenlijk zeggen dat de ene beter is dan de andere. Dat is ordenen. Wel, de Busy Beaver, dat is de Turing-machine die het beste scoort onder die ordening. Dat is een Busy Beaver. Dus een Busy Beaver is een Turing-machine. Maar dat is een Turing-machine die eigenlijk de beste score haalt. Vraag, hoe bepaalt je de score? Nou ja, goede vraag. Hoe bepaalt je de score? Wel, onze stapel Turing-machines. TM, uw huiswerk. Stapel Turing-machines. Twee delen. Je hebt de Turing-machines die stoppen. En je hebt de Turing-machines die nooit stoppen. Hier moet je heel vaak even halt houden. Pun non intended, sorry. Omdat er nu mensen zijn die denken, ja, maar je kunt dat toch niet doen. Je kunt dat toch niet splitsen in twee stapels. Nee, dat heb ik absoluut nooit gezegd. Ik heb alleen gezegd dat het splitsen in stapels niet met een computer kan. Uiteraard kunnen wij met ons hoofd, denk aan mijn eerste voorbeeld, concluderen door er lang genoeg op te staren en na te denken, ah, maar dat gaat niet stoppen. Dus dat is een belangrijke nuance. Je kunt de scheiding doen, maar een computer kan het niet. Dat zie je van ver aankomen. Het is dus niet algoritmisch, het is dus niet berekenbaar. Dat. Ik zat bij de score. Stapel Turing machines. Je maakt er twee hoopjes van. De die nooit stoppen, die negeerde. Van de die stoppen, daar gaat je het aantal pingpongballen aan het einde van, als die machine stopt, dat is de score. Voor de mensen die Busy Beavers kennen, er zijn nog manieren om scores toe te kennen. Je kunt ook het aantal stapjes tellen, bijvoorbeeld. Er zijn verschillende manieren om scores toe te kennen. Maar in mijn metafoor, mijn score is het aantal pingpongballen. Dus wat is de Busy Beaver? Dat is de Turing-machine die, een keer dat hij gestopt is, een keer dat iedereen gestopt is, als je gaat gaan tellen, die het meeste pingpongballen heeft. Dus er zijn oneindig veel Busy Beavers. Hoezo oneindig veel? Ah ja, omdat je een keuze hebt. Je kunt het aantal t-shirts kiezen, het aantal states van de Turing-machine. Dat kun je kiezen. Maar een keer dat je die keuze gemaakt hebt, heb je een stapel, doe je de goede en de slechte, en dan plak je daar de score aan. Dus wat heb ik nu gemaakt? Een functie. Ik heb een functie gemaakt met als input een natuurlijk getal, het aantal t-shirts, en als output score. De output is een aantal pingpongballen. Dat is de functie sigma. Dus de sigma-functie telt pingpongballen. Dr. Wikipedia, dit zijn de maximale scores. Nu ga je misschien in de war zijn, omdat dit een matrix is. Nu, die M-symbolen
waar komt dat op neer? Ik heb gewerkt met pingpongballen. En een pingpongbal, dat is binair. Dat is wel of geen pingpongbal. Dat is M gelijk aan 2. Het zou natuurlijk ook kunnen dat je werkt met instructies over blad, steen en schaar. Wat je zegt, als er een blad in zit, moet er blad eruit halen en er een schaar in steken, enzovoort. Dat zijn 3 symbolen. Dan is M gelijk aan 3. Zoiets. Dus wat ik vandaag uitgelegd heb, is 2-symbol Turing machines. De Turing machine met 3 t-shirts die het meeste aantal pingpongballetjes doet, dat is 6. Dus wat wil dat zeggen? Dat voorbeeld van daarnet met die Hollanders en die penaltyreeks, dat was de Busy Beaver. Dat was hem. Dat is het hoogste aantal pingpongballen dat je kunt verwachten als je 3 t-shirts kiest om te vertrekken. 4 t-shirts, 13. 5 t-shirts, ja, ik weet niet. Misschien 4098, maar misschien ook niet. En vanaf 6... en zeker 7 is dat gewoon 1 groot vraagteken. Maar als je kijkt, dat is al een redelijke torenexponent. Als je enigszins weet hoeveel deeltjes er in ons heelal zitten, 10 tot de 80ste, wat daar staat, dat is al niet meer te schatten hoe moeilijk dat is om je daar überhaupt iets bij voor te stellen. Dat gaat gewoon niet. Laat staan dat je Turing-machines neemt, Busy Beavers, voor meer symbolen. People just don't know. Er is nog veel, veel dat we daar niet weten. Maar die Busy Beaver nummers, ja, dat is dus redelijk hard. In die zin, dat moet je een viroloog bellen en hem zeggen dat je een virus gevonden hebt. En als hij vraagt exponentieel, zeg je gewoon nee. En dan zegt hij, ja, maar Steven, het is eerder als Busy Beavers. Dat is echt het punt van vandaag. Dat is zo wat de snelst stijgende rij getallen die je kunt inbeelden bijna. Gigantisch veel vragen ook. 3N. Wat is er het grootste? Het geassocieerde Busy Beaver getal? Of je doet eerst het Busy Beaver getal en dan de 3? No one knows. No one. En voor alle duidelijkheid, dat is gewoon 2 getallen. Hè? Dat is gewoon A en B en zeggen wie dat grootst is. A of B. Geen kat die het weet. Dit is de algemene context van die Busy Beaver nummers. Hè? We zitten echt wel nu op de grens van kennis. En de grens is berekenbaar. In die zin dat de meeste functies die je kunt verzinnen, die zijn berekenbaar. Daar bestaat een algoritme voor. Zelfs een getal als pi. En oké, dan moet je zo recursief, een loopje enzovoort. Maar er bestaat een algoritme. Dat is berekenbaar. Busy Beaver numbers zijn gewoon niet berekenbaar. Niet. Niet omdat we het nog niet kunnen. Maar omdat Turing, deze machine is vals, bewezen heeft dat die machine niet kan bestaan. Dat gaat niet. In welke context zit je? Berekenbaarheid, computability, recursie, de verschillende soorten recursie, beslisbaarheid, dat zijn zo typisch woorden in de theoretische informatica, dan wel de formele logica. Dus vandaar helemaal in het begin van de lezing, die Venn-diagrammen, dat is zo'n beetje de context waarin dat we zitten. Dit is van op Googology. Als je kijkt naar Googology, je kunt nog duidelijk zien waar dat ik geklikt heb. Ik heb daar geklikt om de black metal bands en de synthetische drugs te selecteren, die getallen. Nu, als je kijkt, epsilon level, dat is al redelijk diep. Maar op de hint bij klasse 0 en 1, je loopt dat af. Epsilon level, dat is al redelijk stevig, daar zit Goodstein. Dus Goodstein zit op het niveau van epsilon. Uncomputable numbers, daar zitten we nu. Dat zijn de Busy Beavers. Die zijn gewoon letterlijk onberekenbaar. De Busy Beaver numbers. Momenteel het grootste getal in professionele wiskunde komt van de toenmalige winnaar, Regan Rayo. Dat is Rayo's number. Of Fish number 7, ook gigantisch. Het
Het is dat ik bedoel, hè. Je ziet die symbolen staan en je vraagt je af, what the heck? Sorry, ik kan u ook niet helpen. Bedoel, klik daarop en je gaat zien, dit is niet te snappen. Het laatste, als ik nog mag, tenzij dat Thomas mij gaat tegenhouden, en dat is nog een heel klein woordje over waarom zouden ze zoeken? Oké, waarom zouden ze zoeken? Enerzijds just for fun en ook filosofisch, computertheoretisch, onberekenbaar, grenzen van de kennis. Oké, fair enough. Maar het is ook een bewijstechniek. En nu wordt het pas echt interessant natuurlijk. Je kunt busy beavers, let op, niet in de praktijk, maar theoretisch gebruiken als bewijstechniek. Nu, er is een ganse klasse problemen die je zou kunnen bewijzen, moest je de busy beaver nummers kennen. Maar, ik ga een simpel voorbeeld geven. Het vermoeden van Goldbach. Goed, wat is het vermoeden van Goldbach? Goldbach die schrijft aan Euler zijn vermoeden. Elk even getal groter dan 2 dan uiteraard is de som van 2 priemgetallen. 42 is 23 plus 19. Voor alle duidelijkheid, die som is zelden uniek. Er is meestal meer dan één manier om het te doen. 666, 313 plus 353. Dat is het vermoeden van Goldbach. Is dat een makkelijk probleem? Ik zou zeggen ja, maar je kunt dat uitleggen aan iemand, wat moet die kennen? Even getallen, klaar. In het middelbaar. Het er weinig kennis voor nodig. Is het een makkelijk wiskundig probleem? Nee, het zal wel niet. Want het komt uit 1742, sorry. Het is nog altijd geen bewijs. Hier heb je de interessante bijgedachte, is dit zo'n geudelstelling? Misschien is het wel iets dat waar is, maar dat we niet kunnen bewijzen in ons systeem. Maar zelfs dat weten we nog niet. Ongekend. Nu, mensen die denken, ja, je kunt dat toch programmeren? Dat is toch niet moeilijk? Ik bedoel, ga gewoon even getallen af. Dat is een voorlus. N is 2k, N is 2k plus 2, N is 2k plus 4, en zo verder. Wat doet je? Je zoekt 2 priemgetallen zodanig dat de som van die priemgetallen n is. Dat kun je programmeren. Hè? Priemgetallen is ook niet moeilijk, hè? Dat is ook een forlus. Dus je kunt dit duidelijk programmeren. Er zijn er natuurlijk 2 mogelijkheden. Dat in je programma komt op een getal n, dan zijn er 2 opties. Of je programma print 2 priemgetallen en dan doe je verder. Of uw computerprogramma gaat na zijn zoektocht zeggen, error, ik vind het niet, het gaat niet. En dan kun je makkelijk controleren dat uw computer niet lui was, maar dat het effectief gewoon niet gaat. Beide zijn oké, hè? Ik bedoel, vooral die tweede, dan weten dat Goldbach verkeerd was. Ook goed, dan is het opgelost. Is dat gevorderd? Nee. En dat is gewoon lockdown-activiteit. Hè. Maakt een lijst van priemgetallen en gaat die lijst af. Dit is een slide die ik gebruikt had voor onder andere een lezing in de Spectrum-reeks. Maar jullie, studentenfaculteit wetenschappen, intussen zeiden mee hoe dat algoritme werkt natuurlijk. Maar het zou kunnen dat je denkt, ja, maar ja, sorry, maar wat is dan het probleem eigenlijk? Waarom is er nog geen conclusie? Ja, maar dan hangt er natuurlijk vanaf wat dat de conclusie is. Als het vermoeden van Goldbach verkeerd is, wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent dat er een even getal bestaat dat je niet kunt schrijven als de som van 2 priemgetallen. Dit is iets wat je na een eindige tijd kunt vinden als je dat programmeert. Het zou kunnen zijn dat dat even getal supergroot is. Maar goed, dan moet in een computer gewoon wat langer werken. Het probleem is dat als Goldbach gelijk heeft, dan gaat het nooit zeker weten. En nee, omdat elk even getal geeft 2 priemgetallen. Dus de moment dat jij denkt, ja, het is genoeg, ik geloof het, zijn we misschien juist te vroeg gestopt. Misschien komt het tegenvoorbeeld 10 getallen verder. Dat is een beetje het probleem. Dus als het vermoeden vals is, dan kun je dat zeker weten na een eindig aantal stappen. Maar als het vermoeden waar is, dan weet je dat nooit zeker
na een eindig aantal stappen. Het is te zeggen, dat heb je bijgeleerd natuurlijk, dan weet je dat wel zeker. Maar wie heb je nodig? De Busy Beaver. Die heb je nodig. En hoe werkt dat dan? Wel, het is eigenlijk heel simpel. De metafoor van de dag... Ja, in plaats van een eiland, denk gewoon aan de Hagar, feestje. Er is op een bepaald moment een student die als laatste naar huis gaat. Alle andere studenten die op dat moment nog blijven, die blijven slapen op de zetel. Er is altijd één iemand die als laatste naar zijn eigen bed gaat. Al wie dat daarna blijft liggen, die gaat niet naar huis. Wat, dat is het idee. Dat is het idee achter die bewijstechniek. Want... die laatste persoon is de Busy Beaver. Je kunt nu vragen over het oneindig lang lopen van een machine vertalen in een wedstrijdje tussen twee Turing-machines. Eigenlijk is uw Busy Beaver, die de laatste die naar huis gaat, die ligt helemaal bovenaan op die goede stapel. Je zou het bijna kunnen zeggen, na de Busy Beaver begint oneindig. In een zekere betekenis. De betekenis van het eindig of oneindig lang werken. Heel specifiek, voor Goldbach hebben onderzoekers een Turing-machine gemaakt. Allee, gemaakt, dat is geen configuratie met dozen en pingpongballen, maar gewoon de beschrijving van wat er op de t-shirts staat. 43 t-shirts, maar ik denk dat ze het naar beneden gehaald hebben tot 27 t-shirts. Dus er is een Turing-machine die dit doet. Dus die machine maakt priemgetallen en die doet die controle. Dat is wat die machine doet. En ik ga die Turing-machine TG noemen. De T van Turing en de G van Goldbach. Dat is onze Turing-Goldbach-machine. En wat moeten we nu doen? Het vermoeden van Goldbach, bewijs via gezellig wachten. In een hangaar zetten u twee Turing-machines. En die ene Turing-machine, dat is natuurlijk de Goldbach-machine. En die andere Turing-machine, dat is de Busy Beaver. En als je vraagt welke, wel, de Busy Beaver voor evenveel t-shirts. Die heb je nodig. En wat doe je dan? Start. Dus wat gebeurt er? Die twee Turing-machines die beginnen te lopen. Dat zijn dus twee assistenten die een gigantische rugzak pingpongballen hebben en die balkjes in dozen steken. Dat is wat er gebeurt. En wat moet jij doen? Ja, jij wilt eigenlijk gewoon weten, stopt de Goldbach-machine? Dat is het enige dat je interesseert. Als de Goldbach-machine stopt, dan is het vermoeden vals. Wat goed nieuws is, je moet daar niet oneindig lang op wachten. Het enige wat je moet doen, is terugkeren als Busy Beaver klaar is. Dus jij komt binnen, het moment dat Busy Beaver klaar is... Daar staat een Busy Beaver uit te hijgen, want die heeft gigantisch veel pingpongballen versleept. Maar jij weet zeker dat er voor de Goldbach-machine maar twee opties zijn. Of die is al gestopt, wiskundig probleem opgelost, of die loopt nog. Maar als ze nog loopt, gaat ze nooit stoppen. Nee, want de Busy Beaver is de laatste die stopt. Dus op deze manier kun je eigenlijk... Busy Beavers gebruiken om stellingen te bewijzen. En niet alleen Goldbach, dat is echt een ganse klasse van wiskundige vragen. Het zijn zo vragen die mensen oracle questions noemen. En het oracle is dan eigenlijk de Busy Beaver. Is dat haalbaar? Nee, tuurlijk niet. Zot, tuurlijk niet. A, we kennen ze niet. En B, moesten we ze al kennen? Ik bedoel, er zijn zoveel pingpongballen niet. Er is niet eens zoveel plek in ons universum voor die pingpongbal, dus dat gaat gewoon niet. Dan kunt u ook de vraag stellen, ja, hoe interessant is dat bewijs? Je gaat er niks van bijleren. Ik bedoel, een wiskundig bewijs is meestal ja, een soort van inzicht. Dus je gaat er echt niks van bijleren. Maar vanuit wiskundig en filosofisch standpunt is dat fantastisch. Als je daarover nadenkt. Ik bedoel, Busy Beaver getallen... Dat zijn getallen, hè, man. Dat is gewoon een natuurlijk getal. En het is goed gedefinieerd. Dat is zeer belangrijk, dat je niet denkt van ah, zo'n een of andere vage notie. Nee, het is perfect gedefinieerd. Maar je kunt ervan bewijzen dat je het niet kunt berekenen. En dus
En dat is de manier waarop dat ik dat bekijk. Ik concludeer daaruit dat wij slimmer zijn dan een computer. Omdat wij dingen kunnen definiëren met ons brein, waarvan dat we kunnen aantonen dat algoritmisch dat dat niet kan. Nu, ik zit hier voor computer scientists, onder andere, die gaan ongetwijfeld de vraag stellen, ja, maar ja, artificiële intelligentie dan? Geen idee, gasten. Dat is echt mijn onderzoeksdomein niet. En de fysici, die gaan misschien vragen, ja, hoe zit het dan met quantumcomputers? Want er bestaat ook zoiets als quantum Turing-machines. Hetzelfde antwoord. Ik zou dat ook moeten opzoeken. Dat weet ik ook niet. Dat zijn supergoeie vragen. Als je daaraan denkt, goed, je bent verder denken. Maar dat weet ik dus niet. Ik heb het gewoon over de klassieke berekenbaarheid. Dus dat zijn echt zo grenzen van kennis. Wiskundig uitgelegd. En ik denk, iets dat er ook heel schoon aan is, je kunt daar mensen mee entertainen. Enfin, dat hoop ik toch. Sorry als dat wat lang was, maar ik hoop dat het vooral plezant was en dat je iets bijgeleerd hebt. Dat was het. Ik denk dat iedereen wel iets bijgeleerd heeft. Ik toch zeker. En ook vol verwondering geluisterd. Voor de mensen die vragen hebben, het is nu de moment. Ik ga even wachten dat er vragen binnenkomen. Inderdaad, ik denk dat de meesten het echt wel interessant vonden om naar te luisteren en ook plezant. En als je het wilt herbekijken, wanneer dat de livestream is afgelopen, zou dat normaal gezien moeten kunnen. Het kan zijn dat dat eventjes duurt, eer dat die beschikbaar is, maar dat komt er zeker aan. Een vraag hier van Tim. Wat is het maximum van Goodstein 4? Kan dat in het algemeen berekend worden? Ja, de Goodstein sequence die staat eigenlijk ook gewoon op de wiki uitgelegd. Wel, een van die getallen die ik gaf, dat was het aantal stapjes. Maar ik denk dat de maximale waarde kun je daar ook aflezen. Nu, het is te zeggen, kun je aflezen. Je botst daar op de grenzen van wat je kunt noteren. Dus als je gaat gaan kijken in die lijst naar die Goodstein-waarden, dan heb je die geflipte chain notation of die up arrows heb die nodig, want anders kun je dat gewoon niet opschrijven. Dus ik denk dat de waarden zelf zijn gekend of de grote ordes. Op zich is dat wel een interessante vraag, omdat heel vaak zitten hier na te denken over grote ordes, omdat het gewoon geen zin niet meer heeft om naar de exacte waarde te vragen. Het heeft zelf geen zin niet meer om te vragen hoeveel nullen staan er. Zelf het aantal nullen opschrijven is niet meer te doen. Dus zo, het zijn benaderingen, het zijn grote ordes. En die staan aangegeven, die kun je opzoeken. Ja, dan een vraag die daar misschien ook een beetje aan gerelateerd is. Je hebt verschillende soorten oneindig. En is er dan ook zo een soort van verschillende groottes van onberekenbaarheid? Ja, in die zin dat de... Dat bijvoorbeeld, hoe moet je dat uitleggen, bij de Turing-machines, je kunt... Er zijn eigenlijk al die dingen, is allemaal recursie. Dus altijd, je hebt een concept, en dan ga je concept één level verder trekken. Ik denk dat er ook zoiets bestaat als super busy beaver numbers. En daarvoor heb je super Turing machines nodig. En wat zijn super Turing machines of super busy beaver numbers? Dan gaat het ervan uit dat je een orakel hebt dat toch het haltingprobleem zou kunnen oplossen. Dan zeg je, ja, maar dat kan niet. Nee, maar oké, stel we hebben dat. Er is een geavanceerde maatschappij die je dat antwoord kan geven. Ik bedoel alien-wise. Hè. Stel dat je dat hebt, dan trek je het een niveau hoger. En dan begin je gewoon opnieuw. Maar zo voel je al aan dat dat spel nooit stopt, natuurlijk. Want als je super busy beavers hebt, dan heb je super, super busy beavers. En dan heb je super, super, super.
Dus dan heb je super tot de einde. Maar dan kan n naar oneindig gaan. En dan zitten bij die ordinaalgetallen. Omdat na n gaat naar oneindig zouden zeggen, nu zijn we toch wel netjes klaar. Nu hebben we omega, nu zijn we klaar. Nee, tjie, dan doen we gewoon omega plus 1. En dan lopen we verder. Omega kwadraat, omega tot de macht omega. Dat zijn die ordinaalgetallen. En het is dus daarom, los van het feit dat ik het concept ordinaalgetal eigenlijk niet uitgelegd heb, die ordinaalgetallen, dat is eigenlijk een wiskundige truc om los te breken uit een soort van grens van een oneindigheid. Zo de fast growing hierarchy, die dingen die, dat heeft hier Bart op de slide gestaan ook, dat is eigenlijk gewoon meer en meer geavanceerde technieken om verschillende, verdere, grotere soorten oneindig te maken. Er is één soort oneindigheid, dat is echt te funny om niet te vertalen eigenlijk. Dat zijn letterlijk undescribable ordinals. En het idee is eigenlijk, het is bizar, hè? Dus een ordinaal getal, een soort oneindig, is eigenlijk een verzameling. Ik denk dat iedereen dat wel aanvoelt. De eerste soort oneindig, dat zijn de natuurlijke getallen. Een grotere soort oneindig, dat zijn de reële getallen. Dus je kunt eigenlijk soorten oneindig kunnen associëren aan een verzameling. Waarom is dat belangrijk? Omdat als je wilt uitleggen hoe oneindig dat iets is, moet je dus eigenlijk de verzameling beschrijven. Als je mij kunt beschrijven welke verzameling het is, dan kan ik concluderen, oké, het is die oneindig. Nu, er zijn undescribable infinities in de volgende betekenis. Je kunt die verzameling niet omschrijven. Dus te zeggen, elke mogelijke omschrijving die je zou verzinnen, die klopt al voor verzamelingen die kleiner zijn. Dus het is alsof dat je er niet aan kunt met je taal. Je kunt het niet vastleggen. Je wilt er een etiketje op plakken, maar er is al een oneindig die zegt, oh, maar dat ben ik. Ik heb dat etiket. Dat is super interessant, omdat door te zeggen dat er geen eigenschap is die je kunt geven, heeft het die eigenschap. Ik weet niet of je dat bewijs kent, want er zijn geen saaie getallen. Want het allereerste saaie getal zou een zeer interessant getal zijn. Het is een beetje hetzelfde. Je kunt die verzameling niet omschrijven, omdat gelijk welke omschrijving dat je probeert te geven, er is al een verzameling met die omschrijving. Wel, maar er is een verzameling die als eerste verzameling net die omschrijving heeft. En dan gaat het weer verder. Ja, ik denk dat geraakt ben. Maar dat was wel iets dat ik dacht, ja, dat moet ik wel een keer vertellen. Ja. Ik denk dat dat laatste gevaar inderdaad het gevoel van de meeste mensen ook beschrijft. Van breinen die aan het smelten zijn op dit moment. Dit is echt zo'n rabbit hole. Deze lezing is eigenlijk een beetje het gevolg. Het is daarmee dat ik die een disclaimer gaf. Ik ben hier geen onderzoeker in. Maar dit is puur het gevolg van... Dat is een onderwerp dat ik zo fascinerend vind. En misschien, dat klinkt dan melig, maar dat is ook een boodschap. Gasten, als je iets interessant vindt, dan moet je erover bijlezen. Lezen, video's, ik doe dat ook. Dat is zo het gevolg. Er zijn vragen die ik daar absoluut niet over ken, want ik lees daar geen papers, technisch onderzoek. Maar intussen ken ik er zo wel een beetje van. En ja, je brein, dat is echt niet te doen. Ja, het is een zeer herkenbaar gevoel, die rabbit hole. Ja, inderdaad. Nog een laatste vraag van Jeff. In hoeverre mate denk je dat deze limieten van de wiskunde, om ze zo te noemen, iets filosofisch zeggen over de limieten van menselijke logica of over hoe dat wij de wereld zien? Ja. Wat Jeff's vraag is ook interessant in die zin dat wat ik nu vertel, er is eigenlijk geen ene wiskundige die daar wakker van ligt. En de reden daarvoor is omdat de meeste wiskundigen die werken met die een PA of die een ZFC. Wat is dat? Spelregels voor de schaakvariant die jij wilt spelen. En bijvoorbeeld iemand die onderzoek doet in groepentheorie, die heeft genoeg aan die spelregels. Dus die ligt daar niet wakker van.
Maar filosofisch is dat wel zeer interessant. Nu, het is net, de logica onderzoekt die grenzen, maar het probleem is een beetje, en dan zitten we terug bij uw brein dat gaat smelten, je kunt uw grens altijd eentje verder leggen, maar er is altijd iets dat je ontsnapt. Altijd. Dus er is geen, met die soorten oneindig, er is geen laatste oneindig. Hoe wakko dat die ordinaalgetallen ook worden, dat is bijna een wedstrijd. Om Googology.org, dat is... Je moet zeer hard liggen nadenken over een label om je axioma's en je ordinaalgetallen. Want dat is misschien ook wel iets dat Jeff, dat belangrijk is. Dat er is een zeer grote connectie tussen die grote getallen, tussen dat berekenbaar zijn, tussen die oneindigheden en de axiomatiek. Als je terugdenkt aan Goodstein, dat was een beetje de reden waarom dat erin zat, omdat je zou snappen... Ja, je hebt aan de ene kant zo Gödel en zijn verhaal van er zijn dingen die waar zijn die je niet kunt bewijzen. Je hebt aan de andere kant zo dat verhaal met die grote getallen, dat is geconnecteerd. Maar, aangezien dat die grote getallen nooit stoppen, letterlijk, die logica, daar is daar nooit een conclusive answer. Maar Jeff, ik zou er mijn slaap niet voor laten. Dat is zodanig geavanceerd... Dat staat zodanig ver van de werkbare wiskunde, want daarmee bedoel ik de wiskunde die wij nodig hebben als wetenschapper, dat niet relevant is. Maar uiteraard filosofisch, grenzen van, hè, bewijsbaarheid, proof theory, ja, dat is super interessant. Maar het is eigenlijk altijd hetzelfde verhaal. Je probeert iets te vatten en de keer dat je het vast hebt, gaat het één stapje verder en zijn het weer helemaal kwijt, zoiets. Sisyphus was dat. Nee, die hem zo bukte dat zo naar beneden ging. Het is gelijk zoiets. Ja, als je nu niet weet wie dat Sisyphus is, dan is dat een heel rare vergelijking. Ik ken hem wel. Ja. Ja, voor de rest waren er geen verdere vragen. Ik denk ja. Iedereen bedankt om te komen. Om te luisteren en interesse te tonen. Misschien heb je wat bachelorproof ideeën kunnen opdoen vandaag. Dat is dus een standing invitation. Hè? Mensen die iets willen doen rond black metal namen, doen. Voilà. En ja, David, ook heel erg bedankt om... heel graag gedaan. ...deze te doen. Dat is altijd plezant, denk ik. Als we u een keer kunnen strikken om een lezing te geven of zo. Ja, ook voor mij, geloof mij. En zet het op de lijst van de pintjes die we nog samen moesten drinken. Zet het erbij vanavond. Ja, ça va. Komt in orde. Oké, iedereen, ja, nog eens bedankt. En tot een volgende lezing, zou ik zeggen, of activiteit. Okay. Dan ga ik de stuk.